Het nu volgende programma voldoet niet aan het keurmerk kwaliteitsjournalistiek. Johan van der Lanotte in 84, als expert in de rechten en toen al prijsbewust. 4 jaar later wordt hij kabinetchef van minister van Binnenlandse Zaken Louis Tobak. Het is zijn intrede in de nationale politiek. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 94 volgt hij, intussen parlementslid, zijn baas op, die voor het stadhuis van Leuven kiest. Een grote verwezenlijking was de btw-verlaging op elektriciteit naar 6%. Een maatregel die de huidige regering pas heeft teruggedraaid. Zijn laatste ministerpost was die in de regering Di Rupo. Na de verkiezingen vorig jaar wachten hem oppositie en cadeaus als hij zijn bevoegdheden doorgeeft. Van der Lanotte's toekomst ligt nu hier in Oostende, waar hij binnenkort burgemeester wordt. Vanaf uiterlijk eind volgend jaar wordt dit nog zijn enige politieke toneel. Björn Soenens, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was eigenlijk de aanleiding, meneer Soenens, dat u dacht, we gaan het helemaal anders doen? Als je daar een opeenstapeling van maakt, van het ene feit na het andere, dan blijf je op het einde met een gevoel over, wat heb ik nou eigenlijk gezien? Alles kort even aanstippen. Een opeenstapeling van dingen die ik niet allemaal hoef te weten. Dus hebben we gezegd, we gaan hier een programma van maken, we gaan hier meer samenhang in stoppen. En de mensen moeten op het einde een gevoel hebben van, hé, hier ben ik slimmer van geworden, hier heb ik wat van onthouden, de impact is groter. En dat is toch precies wat je wil gaan doen met nieuws. Want mensen worden de hele dag overvallen met nieuws via websites en kleine nieuwsjes en grote nieuwsjes. Maar ze missen de samenhang. Ze worden te neergeslagen, ze worden er depressief van, ze snappen er geen hol meer van. Dus is het onze taak om om 7 uur een programma te maken waar de mensen rustig naar kunnen kijken en zeggen van, hier word ik slimmer van, hier zie ik de verbanden die ik doorheen de dag niet zag. Dat is gewoon een maatschappelijke verdomde plicht.